Welkom bij de vlog. Ik ga vloegel drinken. Nou, waar riekt dat ook? Daar riekt naar. Daar riekt naar zo gesmolten aardkersen. Koen, dat ruikt niet gezond. Het ruikt alsof dat ik dat nog morgen nog ga proeven. Oh, dat is echt niet lekker. Zeg, vind jij dat echt lekker, Koen? Sorry, hè? Alleen maar respect. Hey. 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 Wij onderbreken onze Amerika-vlogs even. Om ons einde jaar te vieren, toch? Klopt. En met dat breiten als voornemen had om elke dag van 2021 te vloggen. Ja. Hebben we ook elke dag gevlogd en zouden we terug zijn. Klopt. En dat hebben we gebundeld in één grote... Massavlog. 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 Kom hier maar, papa. Hey, hallo. Julien Breit hier met een nieuwe update in hun leven. Dat is Thomas. Ik ben Thomas. Dat is Karin. Welkom bij de vlog. Welkom bij de vlog. We zien nog altijd mijn vlog. Moet je een keer verlaten? Nee, we gaan het vloggen. Dus welkom bij de vloggen, ja. Wat dacht je? We hebben gemerkt dat Chip zijn bedje ontgroeid is. We gaan een iets groter bedje zetten. Ontgroeid, wat is tegenbreiden? Dat hij eruit zijn bed kunt. We willen niet dat hij de grond patattert van deze hoogte. Dus... Zullen we niet dom zijn? De matras! De matras! Denken jullie dat Chip blij gaat zijn? Nee. Ik vind niet dat hij in bed wil. Ben je er blij mee? Chippy, wil je op je paard? Wil je op je paard? Oké. Dan wordt het wel. Oké. Zo goed? Ja, heel goed. Boah. Kom maar naar binnen. Ja. We gaan dansen in de zon, waar in het licht gaan we omarmen het leven. Met een lach op ons gezicht, we komen samen. Dat is onze zoon. Niet die vrouw, hè, maar die baby. We zijn nog vandaag in Sissitspoor en we gaan naar een comedy ding. Ik ging een wedstrijd hebben, maar dat klopt niet. Een comedy, stand-up comedy show. Van Amelie Albrechts. Flesje open, waarom? Elias van Dingen zit in het voorprogramma. Ik als kind is het simpel, hè. Dus we gaan lachen worden vanavond. Weet je laat dat mijn wekker staat voor morgen? Nee. Maar ik kreeg geen lens. Weet je laat dat mijn wekker staat voor morgen? Omdat je de vraag staat. Ik meer in de lens moet kijken van Breiten. Weet je laat dat mijn wekker staat voor morgen? Nee. 4:40. Ja, maar uw voornemen ook, sinds het van nieuwjaar is. Maar uw voornemen ook, ik ga elke dag vloggen in 2021. We zijn dus nog altijd bezig met de montage van Amerika. Wap wap. Daar zaten ooit kippen. Mijn wallen aan het filmen. Ja. Chip, hoera! Ah! Oei. Maar wat heb je dan? Ik heb een leuke lunch gemaakt voor Chip. Dat is Julie. Julie is voor de derde keer 29 vandaag. Proficiat Julie. Gelukkige verjaardag. De dag na Julie haar verjaardag voelt Julie zich een beetje... Pips. Mooie dat is een heel mooi woord voor wat ik voel. Oh, schatje toch. We gaan snel een warm bedje steken, oké? Okay? Bad en bed. Bad en bed. Die crashen door het raam half verdoofd. We duwen elkaar in de modder binnen op de straat. Wat zei je? Bijna een blaas, denk ik. Wij zijn ook van het vlaggetjes voor een hele week.
principe. En ook gewoon misschien omdat maandag mijn verjaardag is. Waarom kan het je geen hol schelen dat ik pijn heb aan mijn blaas? Maar schatje, wat moet ik doen? Ik kan toch niks doen aan het feit dat je pijn hebt aan je blaas? Nee, dat snap ik, maar ik kan wel zeggen... Oh nee, oei. Ik heb het hol genegeerd. Ik heb het gevlogd. Ben wel een goede vlogger. Wel een goede vlogger, hè. Je bent een goede vlogger en een slechte dokter. Een nieuwe dag, een nieuwe montage. Probleem. En dan past hij eens op. Het vervolg. Jullie hebben ook tandpasta. Maar die ziet er zo uit. Had de tube vast. En zei... Het is toch niet zwart. Het is toch niet zwart, hè. Het is erg. Het is grijs. Julie? Daar is de boom. We gaan hem weer omhalen. Ja. We hebben samen met elke andere inwoner van Harelbeke precies en degelijk een boom geplant. Is het omdat we nog niet gevlogd hadden? Daar, mama. Hier, mama. Dat is de elf. Onze elf op de shelf. Hoe schrijft de elf? ALF. We hebben elf geadopteerd uit de Noordpool. Zijn geboortecertificaat moet nog geprint worden, want de inkt, er was iets met de inkt. Blijkt de elf... S'nachts kruipt op plaatsen waar het hem niet hoort te zijn. Die is er gewoon ingekropen, hè? Ja, Tony Chocoloni is helemaal niet Tony Chocoloni. Het is Tony Chocolonely. Lonely. Milk, pretzel, toffee, 42% dark milk. Breite zou zeggen, Wat ga je niet meer doen? Waar is de elf? Elf was dat gisteren, hè? Waar is elf nu? Chip, daar! Waar is de elf? Elf is in wc-papier gewikkeld. Ja! Elf! Dus, wauw, we hebben een schaar, we hebben een plakband, we hebben wijn. Het is weer tijd voor de jaarlijkse Weekender Chip Beter Quiz. Ouderlijke competitie. Jij en ik krijgen een blanco vel papier. Gaan we hem... Zet het vet lang, waar je iets heel kort van maakt. Je hebt er iets heel lang van gemaakt. Och jong, we leggen hem de Sinterklaasbrieven voor en Chip beslist wie kent er mij beter, papa of mama. Kijk eens aan. Sinterklaas is langs geweest. Kijk eens. Sinterklaas heeft een cadeautje gebracht. Ja. Elf is daar, ja. Vandaag proeven Iris haar broodpudding. Dat is wel lekker. Ja? Ik proef de dingen in de, als ik op de rozijnen bijt. Ja, dank u Iris. Artikel aan het lezen van Hans die slachtoffer werd van te hoge belastingaangifte. Soep met een lepel. Koen is mij aan het voeden aan mijn tandoperatie. Dag Koen. Oké, zo zie ik eruit voor de operatie. En dit is ik na de operatie. Tada! Oh. Wauw. Overal moet het moeten moes, hè? Is dat voor de luisjes? Ja. Dat begraven of niet? Ik denk het wel. Moet ik kijken naar de kast? Ja. Wat is er gebeurd, jullie? Ik heb een ring met een opaal. En die was zo aan het afzwakken van kleur.
En als hint moet je dat begraven. En dan als het volle maan is, in volle maan leggen. Het is nu volle maan, maar ik vind hem niet meer. Ik ben echt al kwartier aan het tasten in de aarde. Adam? Zie het wel? Jesus Christ. Ik dacht echt dat ik zot aan het komen was. Hij is volledig see-through. Zie je dit? Denk het. Dus eigenlijk, zo was hem ook op vakantie op het einde. Volledig leeg. Hij zei dan het lachen, omdat het lijkt dat ik over een batterij praat. Hè. Ja, goed bezig. De vorige keer dat ik hem begraven heb, was die ook zo. En dan heb ik die gewoon laten liggen bij mijn andere juwelen. En dan was die de volgende dag weer spierwit. Met een glans in. Ja. Maar ik ga hem vannacht buiten leggen in het maanlicht. En dan gaan we zien hoe hij er morgen uitziet. Aha, de maan heeft veel energie. Ja. Pas op, spin. Met de wand. Wie zei hij? J. Joe? Het is zo bewolkt op de pest. Ik zie geen hol van de volle maan. Kom, laat hem buiten. Geliet, guys, het is kwaad aan binnen komen. Kom, hier op tafel en een glas, oké? Ik weet niet wat het allemaal wil zeggen, wat jullie daarnet zei. Hoe groot is onze frio? Wat zijn we aan het zoeken? Ovenhapjes. Ik heb ze niet opgegeten. Ik ook niet. En hij is al weggegooid. Nee. 100% zeker? 1000% zeker. Ah! Okay. Zijn ze nog goed? Ja. Ja? Ja. Wij vliegen? 1912, dat is niet meer goed als jullie... Ik ga niet meer opeten. Dat is zo'n leugenaar. Ik ga niet meer opeten. Nee. We zijn echt net 19 gepasseerd. Het is godverdomme de 24e morgen. Morgen. Wat hebben we gedaan? Rekjes opgehangen. Ah ja, rekjes opgehangen. Okay. Voilà, we zijn klaar. Oké. Oké. Verf maar. Raket. We hebben 2 dagen lang geprobeerd om dat woord te ontcijferen. Zeg nog een keer. Benenem. Mama, benenem. Nog een keer. Mama, benenem. En dan hadden we het gevonden en hebben we even de proef op de som genomen en het hem gevraagd of dat het wel klopte wat we zeiden. Zeg je Spider-Man? Benenem. Ah, en Chip is ook voor de eerste keer naar de kapper geweest. Je bent zo lief voor mama. Ja. Dat is flink. Je bent super flink geweest. Spider-Man. Allee. Heb ik een klein beetje afgeknipt. Wat we dus niet gaan tonen, maar wat wel belangrijk is dat Chip ook potjestraining aan het doen is. En dat hij al heel flink naar het toilet gaat of laat weten wanneer hij naar het toilet moet gaan. Ja. Chip? Chip, ja. Moet je pipi doen? Nee. Wat we wel gemerkt hebben is, als je ziet van oh, mijn kind wil niet meer of heeft zo wat angst, schrik ervoor gekregen om naar het toilet te gaan, helpt het om een boek te laten lezen. Op het toilet. Dus de komende vlogs die je nog gaat zien zijn nog uit 2021. Die zijn nog de Amerika vlogs. En daar gaat er nog vlog 2021 bij staan. En dan daarna gaan we pakken even pauze. Voor onszelf, hè schatje? Ja. Want wil je nog elke dag vloggen? Nee. We gaan nog vloggen, maar niet elke dag. Nee. Auw. Ja, en dan gaan we ook even een pauze pakken en ook jullie even pauze geven van mama, ons. Mama. Waarom? Mama, we moeten daar door over babbelen. Kijk. Ja. Dat we niet per se direct na de week, nadat de laatste Amerika-vlog is uitgekomen, een nieuwe vlog hebben. Echt? Misschien wel, we weten het nog niet. Wow. We gaan zien hoe spannend ons leven is, terwijl dat we andere vlogs aan het maken zijn. Oké. Okay. Terwijl dat we andere dingen aan het doen zijn. Oké. Alright. Ja? Ja. Bedankt om te kijken hoe we op reis gaan zijn. We zijn er nog niet. Nee, we zijn er niet helemaal. Vergeet niet te abonneren, rechts onderaan te liken. En... Mama!
Tot volgend jaar. Ja, zo lullig. Ja, tot volgend jaar. Peperkoek. Peperkoek. Mama, als je peperkoek. Ah nee, ja, nu moet Julie... Oké, okay, einde van de vlog. Einde van de vlog. Julie gaat samen met je peperkoek gaan halen. Ben je peperkoek? Oké. Okay. Zeg eens peperkoek. Dankjewel om te kijken. En tada.